Vandaag staan we voor een uitdaging. Normaal reviewen we bij Camera Express vooral camera's en lenzen. Ja, en daar weten we natuurlijk best wel wat van. Nou, nu is dat net even anders. Vandaag gaan we namelijk aan de slag met deze Cintiq 22 van Wacom. En dat brengt een uitdaging met zich mee. Want hoe review je nou precies een 22-inch pentablet als je er zelf nooit mee werkt? Wacom is al jaren een gevestigde naam onder creatievelingen binnen allerlei disciplines. Nou, mensen die er wel eens mee werken of hebben gewerkt, die weten wel dat ze vooral worden geroemd om de kwaliteit en de precisie van hun pentablets, pendisplays en pencomputers. Nou, de Cintiq 22 is een pendisplay en dat houdt dus in dat je een beeldscherm hebt waarop je kunt werken met een pen. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar gebruik je nou precies zo'n pentablet voor? Nou, bijvoorbeeld om te illustreren, te tekenen, foto's bewerken, foto's manipuleren. En in dat laatste zijn wij natuurlijk extra geïnteresseerd. Nou, nu kunnen wij best een aardige foto maken, maar ze bewerken en manipuleren, daar hebben we iets minder kaas van gegeten. Maar gelukkig hebben we daarvoor iemand gevonden die ons daarmee uitstekend kan helpen. Hey Wieger! Ja, de Michiel. Super goed dat je ons vandaag wil helpen, man. Heel graag gedaan. Laten we beginnen. Zo, Wieger. Ja. Laten we eerst eens eventjes de kijkers vertellen, wie ben je nou eigenlijk? En wat doe je precies in het dagelijks leven? Ik ben Wieger Poutsma, ik ben digital artist en ook keynote speaker. Ik werk heel veel 2D, Photoshop en 3D, met allemaal 3D pakketten, synthetisch beeld. Ik werk met fotografen als David LaChapelle en Erwin Olaf. Ja. En tegenwoordig geef ik dus heel veel keynotes als het gaat over kleur en licht en vorm. Nou, ik heb je werk gezien. Het ziet er echt te gek uit. Laten we anders even gaan kijken naar een korte compilatie van wat Wieger al gemaakt heeft. Ik heb zelf echt totaal geen ervaring met tekentablets. Ik ben echt super blij dat je ons wil helpen. En je had ook nog eens een heel tof idee. Ja, dat denk ik zeker. Ik dacht, het is misschien heel erg leuk om aan de hand van een basisfoto, waar ik een aantal keer mezelf in verschillende posities ga positioneren, losse foto's die we ervan gemaakt hebben, dat als montage in elkaar gezet. En dat je dan één kan zien wat je met de tablet kan, maar sowieso kan zien dat je daar een hele toffe foto van kan maken. Ja, klinkt als een supergoed plan. Oké, we gaan aan de slag. Ja. Zo, Wieger, volgens mij hebben we alles, hè? Ja. Oké, gaan we dan nu naar Wacom om de foto's te bewerken? Zeker. Oké. Hoi. Zo, Wieger, het duurde even, maar ik ben er. En ik heb de Cintiq 22 voor je. Ha, Michiel. Ja, het is trouwens Cintiq. Het is Cintiq. Het is Cintiq. Oh, dat is lekker. Dus ik spreek het al de hele video verkeerd uit. Dat klopt. Kom, ik heb hier een computer staan, dan hangen we er even aan. Helemaal goed. Gaan we eens kijken wat het is. Zo, we zijn er even bij gaan zitten. Je bent al een klein beetje begonnen. Ja. Kun je even vertellen, wat gaan we nou precies doen met dit project? Nou, we hebben een aantal foto's gemaakt. We hebben een basisfoto en een lege achtergrond. En boven die lege achtergrond gaan we een aantal losse foto's hangen. Ja. Waarbij we mij steeds verplaatst hebben binnen het beeld. Ja. Zodat we eigenlijk het hele beeld gaan vullen met kopieën van mezelf. Ja. En ik ben overal aan het werken op de Wacom met een ander beeld. Dus eerst ga ik de compositie maken met al de mensen, al de kopietjes van mij in het basisbeeld. En vervolgens gaan we in de beeldschermen gaan we dan montages maken van beelden die ik ooit gemaakt heb. Ja, een soort van kloonproject was het. Een soort kloonproject. Ja, dus cool. Volgens mij kom ik een keer of 10 of zo in het beeld weer terug. Reactietijd, precisie. Ja. Dat is toch wel iets hè, wat bij dit soort devices heel belangrijk is. Ja, zeker. Nou, Wacom staat erom bekend dat ze daarin echt hoogwaardige kwaliteit leveren. Hoe zit dat bij deze nieuwe Cintiq?
Ja, perfect. De reactietijd is eigenlijk zo goed als direct. Bijna geen lag, geen vertraging zoals je het noemt. Mm-hmm. Werkt gewoon heel erg fijn. Dus in principe is het het moment dat je aan het tekenen gaat, is het gewoon alsof je op papier tekent. Je hebt niet het idee dat je moet wachten tot er iets gebeurt. Dat is heel fijn. Hey Wiege, de Cintiq Pro-lijn. Ja. Dat is nog een iets hoger segment, daar werk jij zelf ook mee. Ja. Die hebben een 4K-scherm, touchbediening. Nou, de Cintiq-serie die heeft dan een Full HD-scherm en ja, geen touchbediening. Is dat iets wat je mist? Nee, ik denk dat voor heel veel gevallen die 4K niet iets is wat je echt heel erg mist. En ook het touchgebeuren, de een zal dat heel fijn vinden. Ik zelf mis dat helemaal niet en ik werk eigenlijk liever met mijn pen en mijn toetsenbord. Dus wat dat betreft, ik mis dat absoluut niet. Ik werk zelf eigenlijk met de Cintiq Pro 32. Dat is natuurlijk een heel ander segment. Ja. Maar het is een heel fijn apparaat. Ik vind de ergonomie fijn, de vorm. Ja. De maat is heel prettig, ook makkelijk om mee te nemen. Er zit een hele fijne voet achter. En die voet kan je in verschillende standen zetten, ook heel prettig. Ja, tuurlijk. Ik ben met andere eerdere generatie tablets gewend dat de aansluiting aan de zijkant zat. En dat is soms rot, omdat je je tablet dan beet pakt en dan stoot je tegen die aansluiting aan. Ja, precies. En op dit moment zit de aansluiting aan de achterkant. Heb je daar helemaal geen last van. Vind ik ook heel fijn. En het beeldscherm heeft wel een iets kleinere kleurdiepte. Maar ik denk voor heel veel gevallen dat je daar heel goed mee uit de voeten kunt. En zou voor mij geen dealbreaker zijn. Ik zou hier gewoon prima mee aan de slag kunnen. Trouwens, ik ben het aan het doen. Zo, het moment. Ja. Ben je er klaar voor? Tellen we samen af? Ja. Komt-ie. 3, 2, 1. Nou, dat ziet er natuurlijk super tof uit. In één dag gemaakt. Ja. Knap, man. Ja, dat is eigenlijk een hele leuke klusje om zo te doen. Nou, en wat ik vooral ook echt heel tof vind, is dat we vandaag hebben kunnen laten zien hè, wat de meerwaarde is van zo'n tablet, van zo'n display. Ja. Als je met fotografie bezig bent. Ja, zeker. Want er wordt heel vaak gedacht dat zo'n pendisplay alleen maar is voor illustratoren. Ja. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik heb vroeger natuurlijk op een andere manier gewerkt, met een los tablet en een los display. Okay. Maar ik moet zeggen dat mijn werk echt vooruit is gegaan. Dat je gedetailleerder kon werken sinds dat ik met dit soort apparatuur aan de gang gegaan ben. Wat het leuke van deze is dat de prijs heel erg interessant is. Ja. Als je ernaar kijkt en vergelijkt met de Pro-series die ik zelf gebruik. Dan is het gewoon heel erg leuk om deze erbij te hebben. Het is nog net geen 1000 euro. En als je het vergelijkt met een 13-inch Cintiq Pro, die zit rond de 1400 euro. Ja, dan is het eigenlijk wel heel erg interessant. Ja. En oké, hij heeft een andere kleurdiepte, er zit geen touch op. Maar wat je terugkrijgt is dat je een heel betaalbaar product hebt, wat heel toegankelijk is, ook voor mensen die wat minder te besteden hebben daaraan. Nou Wiege, ik kan alleen maar zeggen, ontzettend bedankt man voor vandaag. Heel graag voor je hulp, voor je kennis, je kunde. Om deze review mogelijk te maken. Dus ik geef je een hand. Dankjewel. Nou, voor iedereen die enthousiast is geworden over wat Wiege nou gedaan heeft met de foto's vandaag. En gewoon überhaupt in het stukje fotomanipulatie. Hebben we een linkje in de omschrijving gezet. Waar je de bestanden kunt downloaden die we vandaag hebben gemaakt. Dus dan kun je zelf eens kijken van hoe zit dat nou in elkaar. En misschien kun je het zelf eens proberen. Jullie bedankt voor het kijken. Hou Facebook en Instagram in de gaten. Want ergens na de zomer komt er nog een hele toffe Wacom winactie aan rondom deze video. Dus hou dat in de gaten. Voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende.